En we zijn gestart. Ik geef u de helmnummers van deelnemers zoals aan de leiding gaat met het helmnummer 4, de Wit-Russische Julia Kansakova. Gevolgd door de nummer, dus, nummer 61, dat is de Japanse Tessie Kawara. Verder in deze week met 14 Canadese fietsen. Met 9 Ivanova, met 78 Choi en met 96 Essie. Nu nog de laatste positie, was vorige week in Borneo tweede. Hij heeft dus een hele mooie uitgangspositie gestaan voor haar land. En we mogen even aannemen dat Correa straks drie rijsters bij de acht van het klassement heeft. Dat zijn ze ook een beetje aan hun stand verplicht. En dat betekent ook dat ze met de maximale drie rijsters mogen starten in Turijn. Nu zie ik dus dat Sorry de leiding overneemt. Dat is natuurlijk een risico nummer met 61 jaar achter de Japanse, Tessie Kawara. Dan de Canadese, Vincent. En die gaat nu binnen door naar de leiding. Nummers 1 en 2 gaan door. En bij nummer 3 telt de tijd. En dat is ook waarschijnlijk de reden dat de tempo erin blijft zitten. En dat er dus geen sprake is van een tactische race. Bij was Aantje nog twee ronden te gaan in deze eerste heat. Met de Canadese aan de leiding. Met de Koreaanse daarachter. Die gaat nu buitenom de beide overnemen. En dan is dat een gat naar nummer 3. Dus daar gaan we door Tessie Kawara in de positie. En bij de eerste finish is de Koreaanse Choi die werkt. Tweede is Vincent van Canada en derde Tessie Kawara van Japan. En haar tijd is straks van plan. 6 is de tijd van Ikue Tessie Kawara. En dat is de start van de tweede start van de race naar toe. Thank you.
zet de wat achterin. En daar is de bel voor de laatste ronde. En op weg naar de finish. Daar komt de eerste plaats. First place. Jo Jonkin. De tweede plaats. Second place. En de race number 3. We zijn onderweg. Een rustig tempo nog met drie van Noord-Korea aan de leiding. Met de 13 minuten start, kapitein Le Van Rouget. En dat is een. En dat is de eerste valpartij dat betreft de Kazachstaanse Vanova. En de rijwandeling gaat door voor. Twee eerste plaatsen direct geven op toegang tot de kwartfinales en een hopelijk snel nummer 3, want er zijn nog 10 plaatsen te vergeven. Koreaanse Rino Rood van Vrede. Second place voor Canada, Anouk Le Marmoucher. En in third place, Katja Zini van Italy. Zegt de meisje uit Hong Kong dat de vier anderen moet laten gaan. Dat betekent dat er vier kan gaan. En voor de drie plaatsen, middelspot van de Canadese naar voren, Katja Zini in tweede positie. En aan sluiten doen ze de invloed hier van Vito. We hebben nog drie ronden op de klokkassen aan. De finishlijn passeren kan deze de Blanc-Boucher-leiding. Kan de Zini in tweede positie. En dan altijd de W3 van Noord-Korea in de derde positie. U heeft de bel gehoord, we gaan naar de finish met de Canadese en de Italiaanse. En die volgende ronde verandert niet meer aan de burger. De nummer 9 en 20
die probeert tegen te halen, maar dat komt niet gebeurd. Hij is naadjes terug te staan voor de eerste 3 meter gehaald en de lange in de derde positie. Maar hij zal toch ook nog 3 ronden te gaan, dat gaat er nu ontvangen. Want die derde plaats kan in de goede tijd zeker een belangrijke plaats blijven zijn voor de plaats in Nederland. En daar gaat het uiteindelijk weer zo. Lead position is voor de EWK Uitzaak. Zij ronden van Let's Go. We zijn onderweg met de Poolse WK van de Rijding. Verder is Christine Pieks met 36, Stefanie Bouvier met 30, de Koreaanse Doen met 26 en de Australische Rosalind met hun nummer 1. Die gaat de volgende keer rijden. And second position, Jung from North Korea. Third place for Rose from Australia. It's the deepest amount of ever pass count, the Dutchman of 36. En Stefanie Bouvier kijkt er nog heel erg rustig aan, heeft wel de middelste plaats onderdaan aan de Australische. Hier komt de aanval van de Française Bouvier aan de leiding. Zijn de koers voor de Luka. Het is de Duitse dienst inmiddels naar de tweede positie is gegaan, terwijl de Française comfortabel aan de leiding blijft met nog 300 te gaan. De eerste positie is Bouvier en Pieps in de positie van de Koreaanse Doen. Wel voor de laatste ronde, dat gaat nog spannend worden op die tweede en derde plaats. Dat komt voor Spaanse weer door de Rozenhoek en dan wordt de tweede laatste dan Proefleven. Tweede plaats voor Pieps en de derde is toch maar voor de Emily Rozenhoek van Australië en haar tijd de 6 Christine Pieps. After 6 laps impeding, which means... En dan gaan we nu starten met de tweede 6. En dat is de start van de race nummer 6, race nummer 6. En in deze rit hebben we aan de start in deze race Ye Dong Hang, Min Kyung Choi, Valeria Potokina, Marcella Rusova, Elsa Baker, Aida Obiolek. In totaal 30 ronden hebben we er nog 12 te gaan. Well, let's go. And in the lead position, number 99, Alison Baker of the United States. And all skaters are together to fall. And it was a fall for number 89, Fontenkina, and number 74, Aida Opiolek. En we komen zo door met nog 8 ronden te gaan. En ja, zo'n demmeringsveld wordt er natuurlijk helemaal opgeschud als daar 2 ruiters uit een val komen. De andere 4 gaan met elkaar
mij met nog 7 ronden te gaan. 7 ronden met nummer 31, Choi. Barraldinho, Choi die rijdt tegenwoordig voor Frankrijk. En de bal is nu voor nummer 99, dat is een beker. Verenigde Staten weer terug aan de leiding gekomen. Dat is een beker, er nog 5 ronden te gaan. De tweede positie is voor die Choi. En daarachter in de derde positie, Kamilo.
dat kan niet nodig is van Japan. Langs de rand begint het publiek de handen te klappen. En dat is van Udo, want hij heeft koude handen. Het achter is aan aanval ingezet door nummer 56, Luca Camino. En het is Marco Russo die meegaat naar de tweede plaats en daar de kant komt en de kop overneemt. En daarachter, van achter, die gaat nu naar voren toe, dat is Marina Kroge, die heeft de kop overgenomen. Nummer 8 is van Bulgarije. Oh,
Bulgarian suits. Quite nice. Look at the naughty home ones. Makes Radanova look fat though. Yeah.
I'm really glad that we're doing it on the club site, you know. She looks really unstable, eh?
angst voor een val van mij zit er blijkbaar goed in, want de heren houden het bij een heel rustig tempo. De Japan had een knal aan de leiding en die wordt nu afgekost door de Duitser Heun. Maar helemaal zijn aanleggen.
Belotti. Belotti is in derde positie in de lopen en dan voor de van de koepen in de landing is het niet voor je. Voor je. En de 65 plaats zijn van Kieke Mandolf en voor de Koenat van de Wim. Zeven rondes te gaan. Gaan we ze door met 6 rondes te gaan. 6 rondes op deze voorronde is 15 minuten. Waarin wij dus 1, 2, 3 seconden proberen te plaatsen om naar de kwartfinales door te mogen stromen. Aanval van nummer 6 van Dennis Bellotti van Italië. Deze positie van Italië, Dennis Bellotti. Side position van Hungary, Victor Knopf. And in time for the 4th, 5th, and 6th position, we have three stages meeting. Danny Metanelli with the leading. Let's go with Italy in the leading position. Runner-up is the number 52, Victor Knopf. And those three stages are in this last time for the first few races. Aan de B-kant weer aan de rijden, maar dan kan ik ook dus de split meedoen. Aan de
is Barraldinho natuurlijk ook momenteel wereldkampioen. En dat is die aan de nieuwe leiding overgenomen. De tweede positie Justice met de vierde positie Paul Stedman. En de bal uit Kazachstan, Sultan Daniyev, die wordt verder van de boven. Dus nu houden we een tijdproduct voor hem. Toch nog niet zo. We hebben nog twee minuten te gaan zo dadelijk. En ja, proberen daar maar eens langs te komen als het tempo zo hoog is. Dat kan alleen een andere Chinees of een andere koning. Maar ook deze bestemming van de andere regio is natuurlijk ook zeer alle beeldvallen. En die gaat de derde plaats pakken ten koste van Paul Stedman. En dus aan. En zijn vaststaat met de volgende rit. In deze rit zien we, dat is de zesde rit in deze kampioen van de heren, zien we Benjamin Stockbridge, één rit. Thank you.
De man die zo ineens van de jongen naar Matan en naar Korea zijn, dat is inderdaad Barraldinho. Zo naar Korea. De vierde en de
Fantastische punt, de tweede plaats op zijn naam heeft gezet. De Shimichi Tagami wordt